wil ik nu even het gedichtje doen wat ik ook met Kunst met de Taal gedaan heb. En ja, het gaat over treinreizen. Eigenlijk iets heel simpels. Maar treinreizen kun je ook als een soort metafoor zien voor het feit dat je ja, eigenlijk op weg bent in het leven, op zoek naar jezelf en op zoek naar een bestemming. Een koud perron. 'S Avonds 8:30. En ik hang vast. Ja, ondanks de wegen. Waar ik heen wil, ik heb geen idee. Dus kies ik een trein en ga ik mee. Daar zit ik dan, alleen. Alleen in een volle trein. In leeftijd best groot, toch voel ik me klein. De onderste coupé. Stil is het niet, maar ik ben te bang om te praten, dus ik zit en geniet. Niet echt, nee. Maar die trein die neemt mij mee. Wegen, bomen, mensen, gedachten, aan alles reis ik voorbij. Van een afstandje neem ik waar, ik ga op in het schilderij. En heel even voelt het alsof ik zweef. Niemand die me ziet en niemand die ik ken. Ik verander wat ik doe en wat ik wil, maar vooral verander in wie ik ben. Maar wie ben ik? En waarom? En waarom ben ik niet die ander of andersom? En ik weet wel dat mezelf zijn genoeg is, want dat is wat er altijd maar weer wordt gezegd. Maar die grenswaarde voor genoeg zijn wordt op dat moment ook altijd verlegd. Want ik ben nooit genoeg. Wat ik ook zeg, wat ik ook wil, wat ik ook doe. Want ik ben anders. Maar niemand komt ooit naar me toe. Er is niemand die dit tegen mij zegt, want niemand heeft zoveel moed. Of wellicht zit het anders. Want er is één persoon die dit wel doet. En die persoon, dat ben ik zelf. Dus misschien zit het in mij. Dus laat ik me los, want geluk is dichterbij. En plots zetten de remmen in. De trein die vertraagt. Ik kom aan op in mijn stemming en vergeet wat ik achter me laat. Dankjewel.